De overheid zal een medicijn uit Cuba laten halen tegen het COVID-19-virus. Dit deelde minister Antoine Elias van Volksgezondheid gisteren mee op de dagelijkse persconferentie van de overheid. De bewindsman zegt dat het gaat om het medicament interferon alpha-2b. De eerste lading zal op 5 april in Suriname zijn. SZF-directeur Ricky Kromo-Diharjo liet weten dat het staatsziekenfonds als grootste zorginkoper ervoor zal zorgen dat de medicijnen gehaald worden. Het SZF zal de medicijnen ter beschikking stellen van het BOG en het ministerie van Volksgezondheid. Het zijn medicamenten van het bedrijf BioCuba Pharma. Het gaat namelijk om het medicament interferon alpha-2b. Er is afgesproken dat er dus 2100 ampullen in eerste instantie, eerste aanleg, worden binnengebracht. Dat aantal is genoemd nu vanwege de grote vraag. Heeft de regering namelijk besloten om dit eerste aanleg binnen te brengen. Per patiënt, indien nodig. Per patiënt, een redelijk goed uitziende patiënt, verbruikt tussen de 5 en 10 ampullen. En een patiënt die er slechter aan toe is, zal tussen de 10 en 20 ampullen gebruiken. Dat betekent dus namelijk op een totaal van 2100 ampullen, ja, tussen de 100 en 200 patiënten geholpen kunnen worden. Kromo-Diharjo hoopt dat de situatie rond dit virus niet verergert. Hij zegt dat de overheid probeert om deze medicamenten zo snel als mogelijk in Suriname te hebben. Maar de regering heeft wel ervoor gezorgd dat die ampullen komen naar Suriname, ja, in case of. Ik hoop dat u dus wat dat betreft goed hebt geïnformeerd. We zullen gebruik maken van Fly Always ook, om de spullen per luchttransport binnen te halen, zodat ze dus met de meeste spoed ter beschikking zijn van Suriname. SZF-directeur Ricky Kromo-Diharjo was dat. Hij sprak gisteren op de persconferentie rond het COVID-19-virus. De eerste lading van het medicament tegen het COVID-19-virus wordt op 5 april in Suriname verwacht.